Dit is HHCTV, mede mogelijk gemaakt door Rent & Go Huurwagens en Studio 28 Videoproducties. HHC Hardenberg thuis tegen FC Lisse, de laatste thuiswedstrijd van het seizoen. En dan zou het wel lekker zijn als HHC die wist te winnen, omdat het natuurlijk nog volop meedoet voor die derde plek. Hier van Bentum richting Van der Leij en die bal die zit erin en de scheidsrechter wijst naar de stip. Maar dit lijkt mij voordeel. En dus ook een uitstekend moment om even te overleggen. En dan wijst de scheidsrechter toch alsnog naar de middencirkel. En mag HHC het doelpunt gaan vieren dat Rob van der Leij dus op merkwaardige wijze maakt. Met zijn achterhoofd. Ik denk niet dat hij hem vaak zo gemaakt heeft. En ook dat hij hem niet vaak nog zo zal gaan maken. Maar wel een lekkere voorsprong dus voor HHC. Dit moet de 2-0 zijn. Maar het is hem niet. Vincent Smit. En dan alsnog in tweede instantie ook niet. Iets minder publiek dan normaal op de Boshoek. En dat had denk ik te maken met de City Run. Waar toch wel veel mensen ook naartoe gaan. Prachtig evenement natuurlijk ook. En hier komt de ploeg van FC Lisse. Tweede helft dan. Aardig gedaan. En Gourie. Die toch blijft. Krijgt hem over. Dat was echt heel knap eigenlijk. Maar wel zuur, want je houdt FC Lisse in de wedstrijd. En in theorie had HHC de derde plek kunnen bereiken. Definitief in deze speelronde. Uiteindelijk zou dat niet lukken. Omdat Barendrecht ook gewoon won. En dit is een corner. Corner HHC dan. Van Hezel. In zijn laatste thuiswedstrijd in het shirt van HHC. Gaat de wereldreis maken. En daarna richting het Amsterdamse. Hij heeft nog geen club overigens. Dit doet Van Bentum toch wel heel erg mooi. Dan verliest hij de bal. Dat doet hij dan weer minder mooi. Maar hier heeft hij hem terug. En dit doet hij opnieuw wel weer heel erg mooi. Van der Leij. Terug naar Van Bentum. Nee, naar Reinders, excuus. En de kans. En Gert-Jan Karsten. Toch wat onrustig langs de kant. Ja, en hier gebeurt iets heel opmerkelijks. Van Eeuwijk bijt Manahutu in zijn been. Bijt Manahutu in zijn been. U hoort het goed. Dat is toch echt... Nou ja, onbestaanbaar. Een Suarezje. Idiote actie. Ik kan het niet anders. En zo'n man moet je eigenlijk gewoon niet meer op een voetbalveld toelaten. Dit is ongelooflijk. Laat die kofferbak verkopen worden of zo. Maar dit kan toch niet waar zijn? Je bijt toch niet iemand in je been? Dat moet toch helemaal belazerd. Nou, goed. Ondertussen krijgt HHC een aantal kansen. Via Van Hezel. En hier opnieuw kan Van der Leijder in tweede instantie niet bij. Maar HHC lijkt de wedstrijd over de streep te gaan trekken. 1-0. En dan is er volgende week nog één wedstrijd te gaan in Tiel tegen Tech. Dit is een aardig schot van Van Bentum. Knappe uithaal van Rens van Bentum. En Gert-Jan Karsten mag het feestje gaan vieren, want HHC wint dus met 1-0. Moet nog één wedstrijd spelen en die gaat echt nog wel ergens om. HHC TV is mede mogelijk gemaakt door Rent & Go Huurwagens en Studio 28 Videoproducties.